Katrien, goedemorgen. Goedemorgen. Katrien, ik werd een beetje boos toen ik een stukje las van Pascal Hornbach. Die zei dat je koud en kil was in een interview. En als ik dan deze mooie foto's zie, dan kan ik het aan de indruk niet onttrekken dat hij het helemaal mis heeft. Ja, nou ja. Je hart smelt als je dit ziet. Waar is dit? Dit is in Cambodja. Dat is een van de armste landen ter wereld. En ik heb inmiddels een vriend. Ja, het was eigenlijk altijd een collega. Heb je weer een vriend? Nee, een nog andere vriend. Ja. Ach, ik wist dat. Ik dacht, ik zeg het woord vriend. En Harry gaat erover zeuren. Ja. Nou, okay. Ga door. Maar gewone vriend. Hij was 20 jaar mijn floor manager tijdens al mijn talkshows. En na al die tijd dacht hij, ik wil ook wat voor andere mensen betekenen. Ja, dat is Salo Polak. En hij is begonnen in het noorden van Thailand. En hij helpt allerlei mensen in Cambodja en in Burma. En als je dan in Cambodja bent geweest met hem. Nou, ik kom regelmatig in Zuid-Afrika, zoals je weet. En ik heb daar aardig wat armoede gezien. Maar als je daar in Cambodja komt, nou, dat is gewoon ongelooflijk. Die mensen hebben helemaal niks. Ze hebben geen stromend water, ze hebben geen elektriciteit, ze hebben niks. En nou is hij dus bezig om bijvoorbeeld, want hij heeft allemaal verschillende projecten. Moet je zo'n jongetje zien. Ja, precies. Die zitten dus gewoon op wat latjes daar, ja. Weet je wel. En dan hebben ze twee kommetjes en dat is dan alles wat ze hebben. En hoe vaak ga je erheen? Nou, ik zit in het bestuur van zijn stichting, die heet Philanthropy Connections. Dus ik hoop dat ze op jouw site gaan kijken wat dat is en dat ze misschien een beetje geld overmaken. Dat zou leuk zijn. Het is geen grote organisatie. Nee, hè? Het is een organisatie waar eigenlijk bijna niks aan de strijkstok blijft hangen. En dat vind ik nou juist zo interessant. Snap je? Dus er zitten niet allemaal directies die business class vliegen. Hij komt gewoon bijna nooit naar Nederland. En hij rijdt daar in Chiang Mai, waar hij zit, in Thailand, rijdt hij op een, geloof 10 jaar oude motor of zo. En dan moet ik ook nog achterop. Dat is trouwens doodeng. Ja. Maar liever in het zijspan. Nee, dat zijspan heeft hij geen geld voor. Dus, nou ja, dat is gewoon geweldig wat hij doet. Hij heeft in zo'n dorp in Cambodja, zorgt hij bijvoorbeeld dat er chemische toiletten komen. Maar hij heeft ook in een vluchtelingenkamp aan de grens met Burma, heeft hij gezorgd voor een nieuw dak. Hij zorgt dat kinderen kleren krijgen, zodat ze naar school kunnen gaan. Weet je, het is allemaal heel erg basic. En dan als je dan weer terugkomt in dit rijke land, dan denk je, jongens, wat hebben wij er toch waanzinnig goed. Maar je had er vroeger geen tijd voor. Nee, natuurlijk niet. Ik bedoel, ik werkte 80 uur per week. Maar mis je tv nou nog? Nou, in die zin, kijk, ik zou geen programma meer willen presenteren. Maar ik heb wel af en toe het idee van, ik zou nog wel, ik heb heel veel energie nog. Dat zie ik, ja. Ja, hoe kan je dat nou zien? Ik zit. Nou, je zit zo helemaal op het punt van je stoel. Nou ja, maar voor de rest ben je fantastisch, hoor. Want ik vind dit eigenlijk, geef Katrien maar een mooi applaus voor Moederdag met al die kindjes. Nou, ze moeten vooral naar Philanthropy Connections. Ja. Oké. Okay.